Hallo mensen, welkom bij Scary Gamers. Dit zijn Luke en dat is Joey. En we gaan nu Slender voor jullie spelen. Maar dit is gewoon de echte Slender in het bos. Dus niet zo'n speciale. Joey speelt weer. En hopelijk gaat hij het goed doen. Daar gaat hij. Nou, dan ga ik maar weer in het bos. Oh wacht, Luke, ik moet het ene filmpje nog even uploaden. Ga jij even. Ja, sorry. Nou mensen, u hoort het, ik moet weer. Ik denk dat ik eerst naar die holle boom ga. Tenminste, als ik hem kan vinden. Hij moet hier ergens in de buurt zijn, die holle boom. De holle boom. De holle boom. De holle boom. Oh, daar is die. Kijk, daar is de holle boom. Nou, niet de holle. De dikke boom. Het is niet een holle boom, denk ik. Het is een boom. Het is een grote boom. Ja, het is een dikke boom. Het is een holle boom. Dat boeit me niet. Wacht, is dit hem wel? Volgens mij wel. Voor mij is dat een liter. Nee, foutje. Jezus. Slim, Luke. Volgens mij is die hier. Ja, dat is hem. Hoop je? Nee, ik zweer dat is hem. Hoop je? Ik zweer het. Wed om 100 euro dat dat hem is. Oké, geef dat nu maar. Nee, want hij is het. Okay. Of dit moet weer zijn. Hier. Nee. Hey Joey, het was maar een grapje, want we hadden geen hand gegeven, we hadden niet gezworen, dus klaar. Ja, klaar. Klaar om die 100 euro te geven. Maar ik weet sowieso dat je met jou geen weddenschappen moet doen, dus... Hoi man, voor mij kun je weddenschappen doen, maar dan moet je het wel eerlijk doen. Ja. Tottenham. Yay. Follow. Oh shit, nu spawnt hij. Ah, nu gaat Slender spawnen. Yo, ze is echt die hartklop, net alsof het echt heel eng is en zo. Ze denken het is vissen. Ik ga Slender vermoorden. Jullie zullen wel denken. Slender vermoorden. Ja, ik ga Slender vermoorden. Nee, ik ga proberen alle EP's te halen voor jullie. Als dat lukt binnen 10 minuten, dan ga ik het binnen 10 minuten halen. Anders komt er nog een part toe en dan haal ik wel de 10 peetjes. Toen. Oh, het is echt fucking eng als je hem hier binnen tegenkomt. Ik zweer. Maar Slender is op de computer bij deze, gewoon de normale. Dan ziet hij er een beetje nep uit. Maar dat maakt niet uit. Can't run. Echt wel, ik kan rennen, kijk maar. Oh, daar is die jongens. Oké, dat weten we nu ook weer. Mooi boy. Wat gaat hij al stokken? Wat denkt hij wel? Het is vis of zo. That's your friend. Zit hij nog achter ons aan? Ja, daar. Oké. Even snel een briefje pakken hier. Oké, hij zit aan de andere kant. Denk ik. Ja, nu staat hij opeens hier. Het is echt eng zijn. Kijk, zag het hier? Nee. Hier is geen briefje. Kutbriefjes.
Hij is niet eens een man, hij is een vrouw. Ja, ik heet die Slender Woman. Slender Woman. Slender Woman. Klinkt echt eigenlijk veel leuker. Slender Woman. Misschien wil die alleen aardig zijn. Hij zoekt een vriendje. Alleen als hij je aankijkt, dan maakt hij dood. Daarom, hij wil vrienden zoeken. Het was maar een grapje, je moet me gewoon niet aankijken. Ja, lekker makkelijk, hè. Denk daar wel, het is vissen. Wat heb ik toch met vissen? Hé, wat is dat? Dat is een muur. Jee, daar is nog een briefje, mensen. Yippie. Leave me alone. We laten je alleen als jij onder mij ook alleen gaat. Niet bepaald leuk muziek. Hou op met die rot muziek. Ik hoef geen shockende muziek te horen. Het is donker. Ik heb mijn zaklantaarn te gaan. De zaklantaarn is niet bepaald helder gemaakt in Unity, hè? Man, als ik maak de slender naar Unity, ik maak hem veel, veel, veel helderder. Dan kan je tenminste beter kijken. Ik zie geen ene fuck. Volgens mij. Oh, hier zijn deze dingen. Oké, we gaan hier die vierde page zoeken. Oh, daar staat hij. Oké, hij zit vlak achter ons, dan weten we dat. Oké, mensen. Hier moet ergens een briefje zijn. Oh shit, hij zit achter ons aan. Hij zit achter ons aan. Oh, daar staat hij weer. Oh shit. Ja. Waar is dat briefje? Waar is dat briefje? Hier is dat briefje. Waar is dat briefje? Hier is dat briefje. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Oh. Ik ben blij dat ik naar de wc moest. Het klonk eng. Klonk eng? Het is eng. Ik wil dat briefje. Ik heb gehoord dat als je al de 8 briefjes hebt, dan krijg je iets nieuws ofzo. Serieus? Ja. Oké, mensen, voor jullie gaan we dat halen, want dan krijgen we wat nieuws, zegt Joe. Ik weet niet of het waar is. Maar. Dat doen we de volgende keer, want met Benny Ken kan je maar 10 minuten opnemen. Dat vind je heel jammer voor jullie. Maar dan maken we ook nog part 2. Dit was part 1 en tot de volgende keer.